Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken van west naar oost buien over ons land en op de satellietfoto zien we witte plukken en dat zijn de dikkere wolken waar die buien het meest actief zijn. Die buien die zijn het meest actief in de kustgebieden ook, met daar kans op hagel en onweer en dieper landinwaarts is het vaak wat rustiger. Met een temperatuur vanochtend rond de graad of 6, vanmiddag wordt het ongeveer 8 graden, waarbij de buiigheid een langzaam maar zeker wat afneemt als eerste in het zuiden van het land. Ook de wind wordt iets rustiger in de middag, bij zee waait het dan nog vrij krachtig, windkracht 5. In de avond hebben we dan langzaam maar zeker het meest droog weer met een temperatuur van een graad of 5. In de nacht zakt het kwik plaatselijk tot dichtbij het vriespunt, vooral in het oosten en noordoosten waar de meeste opklaringen voorkomen. Morgen, dan een dag met wolkenvelden, hier en daar wat regen in het zuiden, met name zuidwesten van het land. En de meeste zon in het noorden, 7 graden en een matige zuidoostenwind daarbij. Voor vrijdag staat er wat meer neerslag op het programma. Vooral in de zuidelijke helft van het land. En heel misschien dat er dan in de heuvels van Limburg een keer wat natte sneeuw bij zit. Zaterdag en zondag lopen de temperaturen weer wat verder op. Af en toe kan er dan wat regen vallen. En met name zaterdag is er soms ook een klein beetje zon. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.